De A15 in het rivierengebied slipt langzaam maar zeker dicht. En de Kamer van Koophandel roept op tot actie. Orca Morgan mag van de rechter vertrekken naar zijn nieuwe thuis op Tenerife. En waar moet je je scootmobiel laten als je hem niet op de gang van je flat mag zetten? Dag dames en heren, goedenavond. Dit is het nieuws van maandag 21 november. Automobilisten die van Rotterdam naar Ewijk rijden doen daar tijdens de spits zeker 50% langer over dan buiten de spits. En dat komt omdat de snelweg tussen Gorinchem en Valburg op de drukste momenten van de dag helemaal vol loopt. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Kamer van Koophandel Midden-Nederland samen met een aantal andere organisaties heeft laten doen. Langs de A15, ter hoogte van Opheusen, staat verslaggever Jacques Verhagen. Jacques, hoe is het nu op de weg? Ja, het is ook nu weer aardig druk, maar ze keert eruit toch wel lekker door. Het is natuurlijk ook de verbinding tussen de Rotterdamse haven en het Duitse industriegebied. En per dag komen hier zo'n 68.000 voertuigen over. En uit het rapport blijkt dat 70.000 voertuigen op dit traject op de A15 het maximum is. Dus duidelijk mag je concluderen dat dit traject redelijk aan zijn tax zit. Ja, Jacques, niet zo ver bij jou vandaan is knooppunt Valburg. Daar kunnen automobilisten van de A15 de A50 op. Het is vooral bij dat soort op- en afrit dat de problemen zich voordoen, hè? Ja, en dan is het 's ochtends heel makkelijk. 's Ochtends staat het richting Rotterdam op heel veel afritten vast. En 's avonds oostwaarts, zeg maar, richting Nijmegen, Arnhem. En de oorzaak is natuurlijk gewoon de vele, vele voertuigen. Maar ook de kolommenvorming van het vrachtverkeer. En dat voornamelijk op de rechte rijstrook. Ja, dat zorgt ook voor heel veel vertraging. Nou heeft de Kamer van Koophandel die verkeersdruk laten onderzoeken. Hebben ze eigenlijk ook een voorstel hoe het probleem opgelost zou moeten worden? Nou, ze hebben een paar ideeën gelanceerd. Onder andere informatieborden, maar ook de spitsstroken open. En het belangrijkste zal toch gewoon zijn, ja, meer ruimte voor voertuigen. Het is nu 2x2 baas en het is gewoon verbreden, zeg maar, naar 2x3. En dat zal moeten zorgen voor een betere doorstroming. Goed, Jacques Verhagen, dankjewel. Ja, en soms is het op de snelwegen gewoon druk omdat de natuur ons parten speelt. Zoals vandaag bijvoorbeeld. Door dichte mist was de ochtendspits vandaag drukker dan normaal. Op veel plaatsen was het zich minder dan 200 meter. Langs de A1 en de A50 waren de spitsstroken dicht, omdat niet te zien was of de auto's met pech stonden. Rond 8 uur stond er 400 kilometer file. 2 keer zoveel als normaal. Toch waren er weinig ongelukken. Waarschijnlijk hebben veel automobilisten hun snelheid aangepast. Wel was er een ongeluk op de A73 bij Nijmegen. Daar reden 4 vrachtwagens op elkaar, waarschijnlijk door een plotseling opduikende mistbank. 1 bestuurder raakte gewond en de weg moest urenlang worden afgesloten. Toch was de mist niet overal een probleem. Automobilisten konden rond Duiven wel lekker doorrijden. Ah, dat was toch redelijk zicht hoor. Wel, 100 meter, 200 meter. Jawel. Ik heb geen last gehad, ik kom uit de Achterhoek en ik moet naar mijn werk toe en ik heb weinig problemen ondervonden van de mist. Ik heb niet stilgestaan, dus onder de 80 heb ik niet gezeten eigenlijk. Dus ja, alleen met de stoplichten natuurlijk, maar voor de rest was het helemaal goed. Met de mist ontstond er bij veel automobilisten onduidelijkheid over het gebruik van mistlampen. Die mogen alleen aan bij minder dan 50 meter zicht. Neem verzekeren me voor het onzeker, ik zet hem aan. Dat is ook iets waar ik me altijd mateloos aan erger, aan die achtermistlichten. Maar die worden te pas en te onpas aangedaan. En dan zie je dus niks meer, hè? Want het overschijnt gewoon de auto's die erachter rijden. Ook het scheepvaartverkeer had last van het weer. Honderden schippers deden een beroep op de aanwijzingen van de medewerkers van de verkeerspost van Rijkswaterstaat in Nijmegen. Ja, het is wat lastig. Op de eerste plaats hebben we de mist. Op de tweede plaats hebben we de lage waterstand, waardoor de vaargeul wat kleiner is. En de mensen hier bij de verkeersregelaars, die moeten extra opletten dat die schepen in het kleine gebied beter kunnen varen en door kunnen varen. 1 schip is op een krib gevaren, maar kon op eigen kracht weer loskomen. 2 gewapende mannen hebben vanmiddag in Oosterbeek een 93-jarige vrouw in haar woning overvallen. De daders zouden 2 lichtgetinte mannen van ongeveer 20 jaar zijn. Ze wisten met een smoes het huis binnen te komen en bedreigden de oude vrouw met een vuurwapen. Volgens de politie namen de 2 de auto van hun hoogbejaarde slachtoffer mee. De politie heeft een burgernetactie op touw gezet en vraagt getuigen zich te melden. De gestolen auto is een rode Citroën C4. De vrouw kwam met de schrik vrij. Aan alle onzekerheid is een einde gekomen. Orca Morgan gaat definitief naar een dierenpark op Tenerife. En dat leidt tot blijdschap in het dolfinarium van Harderwijk. Een spannende dag voor het dolfinarium in Harderwijk. De uitspraak van de rechtbank dat de orca mag vertrekken naar een dierenpark op het Canarische eiland Tenerife zorgt voor blijdschap en opluchting. Maar vooral ook voldoening dat Morgan
wat dat betreft nu ook een mooie toekomst tegemoet gaat. Het dak van de koepel kwam 5 centimeter omhoog van blijdschap. De Orca-coalitie reageert teleurgesteld. De organisatie wilde dat Morgan in zee bij Noorwegen zou worden uitgezet. Maar dat achtte de mensen van het dolfinarium totaal onverantwoord. Ik kan je vertellen, wij hebben er ook voor geknokt. Keihard. Daar hebben we al onze middelen voor ingezet. Maar het kan niet. En als dat had gekund, dan hadden we het echt gedaan. Binnen enkele dagen vertrekt Morgan naar haar nieuwe thuis in Tenerife. En dat ziet ze zelf ook wel zitten. Een vrachtwagen met een betonmolen is vanmorgen de Rijn ingereden. Dat gebeurde rond 10 uur bij het Looveer bij Huissen. De chauffeur raakte licht gewond. Het ging mis toen de betonmixer dicht bij de kade wilde parkeren om daar beton te storten. De massa in de mixer verschoof, waardoor de wagen voor een groot deel in het water terecht kwam. Mogelijk was het ook glad op de veerstoep. Het veer was door de mist al uit de vaart genomen. Een sleepdienst moest er aan te pas komen om de betonmixer weer aan wal te trekken. Gehandicapten die in maart moesten verhuizen naar het gebouw Cornelie in Bennekom zijn woedend. Ze mogen hun scootmobielen niet meer in de hal voor de deur van hun appartementen parkeren. Volgens woningcorporatie Plichtgetrouw moeten de gehandicapten hun karretjes in een fietsenstalling voor het gebouw neerzetten. De gehandicapten vinden dat te ver lopen. Ja, ik voel me eigenlijk een beetje genomen. Er kan niks, er mag niks. Woedend is ze. Mevrouw Teunissen kan amper 3 stappen lopen. In haar nieuwe appartementje rolt ze daarom rond op een stoel. Teunissen is een van de 4 gehandicapten die klagen dat ze hun scootmobiel niet meer in de hal van het appartementencomplex mogen parkeren. Door haar scootmobiel kan ze nog naar het dorp rijden. Ik woon zelfstandig, maar ik bedoel, daar zou er niks van terechtkomen. Dan moet ik gewoon in de verzorging. Maar de eigenaar van het complex is onverbiddelijk. Er mogen geen rolstoelen of scootmobielen in de gangen staan vanwege brandgevaar. Scootmobielen die hebben een accu, die kunnen spontaan in brand vliegen. Dat klopt, daarom hebben we ook met de preventiemedewerker van de brandweer Ede het gebouw bekeken. Er is een hoes mogelijk die over de scootmobiel heen getrokken kan worden. Dat er absoluut geen verspreiding is van de rook in de gangen. Nee, wij hebben een investering gedaan in 10 scootmobielplaatsen. Wij vinden dus dat wij niet andere investeringen gaan doen. Maar de gehandicapten vinden de scootmobielparkeergelegenheid geen optie. Hij ligt veel te ver weg van hun appartementen. 100 meter? Veel te ver voor mij. Nou, dat valt nog wel mee. Nou ja, voor iemand in een scootmobiel is het nogal wat natuurlijk. Ja, maar als je in een scootmobiel rijdt, wil dat niet zeggen dat je niet kunt lopen. Je kunt alleen niet hele lange afstanden lopen. Het is voor mij echt niet haalbaar. Ze hebben gratis stroom. Ik betaal €6 per maand. Voor het opladen van scootmobiel. Plichtgetrouw wijst door naar zorginstelling Opella, die de woningen geregeld heeft voor de gehandicapten. Zij moeten maar voor een oplossing zorgen. Mevrouw Teunissen zegt dat haar een vrijwilliger is aangeboden die haar scootmobiel kan ophalen. Nou, ik kan me voorstellen dat ze mensen gewoon bellen van ik wil naar mijn scootmobiel. Dan moet ik eerst zien dat ik er vrijwilligers te pakken krijg. Dan moet ik ook afspreken hoe laat ik terug ben. Waar blijft dan mijn vrijheid? Nee, bedoel, die ben je helemaal kwijt op zo'n manier. Er zijn maar weinig dingen zo vervelend als 's ochtends geen water hebben voor je eerste kopje koffie. In Ocht en omgeving maakten ze het vanmorgen mee. Straks meer. D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold bezocht vanochtend zijn adoptiewijk Klarendal. Volgens de politicus is de voormalige Arnhemse probleemwijk behoorlijk opgeknapt. Klarendal was een wijk die echt, nou ja, in de problemen was. En nu is het een bruisend modekwartier. Maar daarnaast is het ook een heel leefbare, leuke wijk geworden. Waar projecten als hierachter, waar een gezondheidscentrum komt, natuurlijk een mooi voorbeeld van zijn. Een bonnenregen bij de Nijmeegse discotheek The Matrix afgelopen weekend. Bijna 90 automobilisten kregen een bon vanwege fout parkeren. Ze stonden op de stoep, op invalide parkeerplaatsen of voor de ingang. De politie gaat de komende tijd strenger controleren op het parkeren. In de Lutherse kerk in Zutphen wordt vanavond het nieuwe platform Christelijke Geloofgemeenschap officieel gepresenteerd. De bedoeling is dat het platform bij rampen, zoals bijvoorbeeld op Koninginnedag in Apeldoorn, geestelijke hulp gaat bieden. In het platform zitten 10 verschillende kerkgemeenschappen. Het deelnemersveld voor de komende editie van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde zit vol. Volgens de organisatie waren binnen 10 minuten na de start van de inschrijving alle klassen volgeboekt. Festival De Zwarte Cross wordt gehouden van 20 tot en met 22 juli. Op 5 december start de voorverkoop. ROC Aventis in Apeldoorn is door minister Van Bijsterveld op de vingers getikt.
De school heeft voor een afscheidsfeestje van de collegevoorzitter bijna 25.000 euro uitgegeven. Volgens de minister veel te veel geld. De school laat weten dat ze de kritiek van de minister meeneemt voor een volgende keer. Speciaal voor jongeren die last hebben van onzekerheid en vaak piekeren is er in Culemborg een piekercursus. De cursus begint aankomende zaterdag. De bedoeling is om door oefeningen jongeren te helpen zich meer te ontspannen. De training kost 75 euro. Minister Verhagen van Economische Zaken vindt het niet nodig dat er een extra hoogspanningsverbinding komt naar de Bommelerwaard. Het CDA, de partij van Verhagen, wilde dat wel. Sinds 2007 zijn er 3 grote stroomstoringen in de Bommelerwaard geweest. Omroep Gelderland kijkt binnenkort terug op het afgelopen nieuwsjaar. U als kijker kunt plaatsnemen op de stoel van de eindredacteur. Laat de nieuwsredactie weten wat uw meest indrukwekkende, ontroerende of gewoon leukste Gelderse nieuwsfeit van het jaar was. Surf naar 2011.gld.nl voor alle informatie. Onder huisartsen en patiënten in de Liemers is grote onrust ontstaan over het besluit van ziekenhuis Rijnstaten om de spoedeisende hulp in Zevenaar te sluiten. De directie van het ziekenhuis liet afgelopen vrijdag weten dat de afdeling per 1 april dichtgaat vanwege het tekort aan gekwalificeerde artsen. Patiënten moeten nu uitwijken naar Arnhem of naar Doetinchem. Rampzalig. Het is te gek om voor woorden. 1 april is geloof ik, hè? Moeten we dan dus naar Arnhem toe, hè, naar Rijnstaten. En dan kunnen we hier in Zevenaar niet meer terecht. Voor de omgeving waarschijnlijk niet goed. Niet alleen patiënten van het ziekenhuis in Zevenaar zijn ongerust. Ook huisartsen in de Liemers maken zich grote zorgen over het dichtgaan van de eerste hulpafdeling. Ik denk dat niet iedereen, als er iets acuuts is, altijd gaat nadenken van, oh, ik moet dat of dat of dat precies doen volgens de regeltjes. Dus de kans dat daar problemen gaan komen, dat lijkt mij helder. Dat kan haast niet anders. Volgens het bestuur van Rijnstaten, waar het ziekenhuis in Zevenaar onder valt, blijft de zogenoemde 45-minuten-norm gehandhaafd. Dit betekent dat de patiënt binnen 3 kwartier met een ambulance in het ziekenhuis moet zijn. Maar voor veel inwoners van het gebied, zoals die van Spijk, wordt de afstand naar de dichtstbijzijnde spoedeisende hulp wel verdubbeld. Dat ben je ongeveer half dood, denk ik. Het risico is groot. De huisartsenpost in Zevenaar, die nu nog pal naast de eerste hulpafdeling zit, vreest dat mensen met ernstigere klachten naar de post toe zullen komen. Bijvoorbeeld een ernstig bewusteloze patiënt die een slang in zijn mond moet hebben, intuberen heet dat. Ja, daar is een huisarts niet voor opgeleid. En je moet geen dingen gaan doen waar je niet voor opgeleid bent, want in deze moderne tijd heb je heel snel allerlei claims aan je broek. En daar zit ook niemand om te springen. De SP in Zevenaar en Duiven is verbijsterd dat de spoedeisende hulp verdwijnt. Hij gaat op donderdag 1 december actie voeren. De gemeente Zevenaar laat in een reactie weten hevig ontstemd te zijn en maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen voor de inwoners. Het zit de Betuwe niet mee. Het gebied wordt bovengemiddeld vaak getroffen door stroomstoringen. En vanochtend zaten 10.000 inwoners zonder water. De oorzaak was een gebroken leiding. U loopt zo hard. Ja, ik heb een McDonald's. Ja, okay. Wat is er aan de hand? Ja, water, een schadeprobleem. We hebben geen water. Een flink probleem in een deel van de Betuwe. Zo'n 10.000 huishoudens in Tiel, Lienden, Echteld, Kesteren, Ochten en IJzendoorn zitten opeens zonder water. De oorzaak is een gebroken waterleiding in Ochten. De Betuwenaren zijn wel wat rampspoed gewend en blijven er vrij rustig onder. Helemaal geen probleem nog. Ja, vanavond wel, dan hebben we water nodig, maar nu niet. Aardappels staan al in het water. Die beste meneer die gaat proberen te regelen dat we in ieder geval een paar emmers water krijgen, dat we in ieder geval schoon kunnen maken. Het probleem wordt na ruim een uur verholpen. Maar het uur zonder water zorgt er ook wel voor wat overlast. Bijvoorbeeld bij tuincentrum De Lingenhof in Ochten. Ja, daar hebben we last van. We moeten planten en allerlei dingen waar we water voor moeten gebruiken in ons bedrijf natuurlijk. Dat is logisch. Maar uiteindelijk stroomt het water dus weer daar waar het hoort, in de Betuwe. En dan nog het weer. In Wageningen staat Casper Hoodse. Op sommige plekken in Gelderland brak vandaag de zon door. Delen van de Achterhoek bijvoorbeeld, morgen ook daar de beste papieren nog. Leuk detail vandaag was dat aan de westkanten van de hoogste toppen van de Veluwe ook wat ruimtetjes hier en daar waren voor de zon. En dat had ermee te maken dat de lichte oostelijke bries ervoor zorgde dat er wat turbulentie ontstond bij die toppen van de heuvels, waardoor er een menging van drogere luchtlagen erboven met de mist ontstond en het plaatselijk toch eventjes heel kortdurend een beetje zonnig werd. Goed,
Dat was een leuk detail vandaag in Gelderland. Verder, de afgelopen tijd hebben we hier een hoge drukgebied gehad waar weinig gebeurt. Ook vandaag was dat het geval. Schuift echter weg voor de komende tijd. En dat betekent dat deze storingen en andere verder op de oceaan dichterbij kunnen gaan komen met meer wind en meer regen. En dan is de mist verleden tijd. Maar dat duurt nog wel eventjes, want vandaag was het op heel veel plekken in Gelderland wel degelijk grijs. Vanavond en vannacht zien we de mist dichter worden, verder uitbreiden. De laagste temperaturen daarbij in de buurt van Winterswijk, min 2 graden. En morgen start dan koud met mist. Die is nog het dunst in het achterhoekgedeelte van de provincie. Daar kan hij het gemakkelijkst oplossen. Hoe verder je naar het westen toe gaat, hoe lastiger het allemaal wordt. En in de loop van de middag komen er ook nog eens wolken overheen schuiven, waardoor misschien de mist eronder wel wat dunner gaat worden, maar je vervolgens alsnog tegen een bewolkte hemel aan gaat kijken. Heel mooi wordt het dus op de meeste plekken wederom niet. De temperaturen ietsje hoger dan vandaag. En dat zet zeker door op de langere termijn. Met later dan tweede helft van de week meer wind. Daardoor geen mist meer, maar uiteindelijk wel ook af en toe wat regen. En dit was het nieuws van maandag 21 november, waarin u onder meer zag dat de Kamer van Koophandel oproept tot actie om te voorkomen dat de problemen op de dichtslibbende A15 nog groter worden. En dat het Dolfinarium vandaag van de rechter toestemming heeft gekregen om Orca Morgan op het vliegtuig naar Tenerife te zetten. Ik wens u nog een fijne avond.